Ruim 3 maanden na de verkiezingen heeft ook Midden-Delfland een coalitieakkoord. De fractievoorzitters van CDA, VVD en D66 boden dat donderdag aan burgemeester Rodenburg. Opvallend is dat mijn partij als winnaar van de verkiezingen geen deel uitmaakt van de coalitie. Al was dat wel de intentie. We hebben zelfs twee keer serieus geprobeerd met de grootste partij eruit te komen. Maar ja, oplossingen werden niet altijd juichend ontvangen en dat is heel jammer. En we zitten nu met partijen aan tafel die elkaar versterken. Met CDA en VVD keren 2 partijen terug die de afgelopen 4 jaar ook al mochten regeren. Maar zetten zij het oude beleid ook voort? Er zal ongetwijfeld een stukje van het beleid wat we de afgelopen 4 jaar gevoerd hebben, zal herkenbaar zijn in de nieuwe 4 jaar. Dat lijkt me logisch, want dat beleid was zo slecht nog niet. En daarnaast zullen er best een heel aantal nieuwe items zijn. Moet je denken aan het bijzonder provinciaal landschap en de nieuwe gebiedsvisie. Dat zijn echt nieuwe items en daar gaan we met de complete raad ons keihard voor inzetten. Nieuwkomer D66 zit pas sinds 2018 in de raad. Deelname aan de coalitie lijkt wat vroeg, maar dat vindt de partij zelf niet. Sterker nog, ik denk dat we zelfs de eerste periode er klaar voor waren. Want al voor die tijd hadden voorbereidingen plaatsgevonden. En je doet niet mee aan de verkiezingen om vervolgens te denken van ik ga 4 jaar in de banken zitten achteroverleunen kijken wat hier gebeurt. We hadden echt wel een visie voor Midden-Delfland. En nou ja, nu deed zich de gelegenheid voor om mee te doen, dus dat doen we graag. We willen eigenlijk tot 60% onder de NAG-grens bouwen, waarvan 30% sociaal en 30% dus voor het middeninkomens. Want dat zijn eigenlijk de mensen die tussen wal en schip vallen. Die kunnen niet huren, die kunnen weinig kopen, dus daar moeten we hard op inzetten. Waar wij heel blij om zijn, zijn de paragrafen over klimaat, duurzaamheid, onderwijs, jeugdzorg, cultuur, die allemaal bij ons landen. Dus daar zijn we blij mee. En wat gaan jullie dan bijvoorbeeld doen op het gebied van duurzaamheid of klimaat? We zien sowieso de stijgende prijzen wat betreft energie. Dus we willen gewoon kijken van hoe kunnen we een slag maken om op dat vlak dingen duurzaam te maken. Maar ook in het verkeer. Hoe kunnen we schoon vervoer stimuleren? En dat kan op vele manieren. Van laadpalen tot deelvervoer wat schoon is, waar mensen gebruik van kunnen maken. Wat we zien is dat de inflatie natuurlijk sterk stijgt nu. En we merken aan de onderkant dat mensen met energierekeningen zitten. Als daar dan ook nog eens een keer verhoging op gemeentelijke belastingen overheen zouden komen, liever niet. Dus daar een heel behoudend beleid en daar waar mogelijk behouden en misschien zelfs iets terug in de gemeentelijke belastingen.